Sta erop. Kijk eens van Loek TV, bijzonder goedemorgen. En dan doe ik het weer fout. Ja. Kijk eens van JWTV, het blijft erin zitten. Ja. Het is maandagochtend, het is koud buiten. Ja. Maar het is geen Blue Monday meer. Nee, wij noemen het Helma. Feel Good Day. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is Feel Good Day? Nou ja, Blue Monday, dat is een beetje een soort traditie geworden. Je vroeg net al of het uit Amerika komt, dat weet ik helemaal niet. Maar goed, een traditie geworden, dat is de meest deprimerende dag van het jaar. Ja. En wij dachten van, wij gaan daar gewoon een hartstikke leuke, opbeurende dag van maken. Ja. Feel Good Day. Wat waren nou de kenmerken van de Blue Monday? Want volgens mij zijn mensen die zeggen, het is elke maandag Blue Monday. Dat is voor sommige mensen zo, maar specifiek voor deze maandag is wel een beetje dat het een hele korte dag is. Dat het doorgaans ook een hele grijze, sombere, natte, deprimerende dag is. Ja, het is een schitterende maandag. We tarten het noodlot, want ja. Het is hartstikke mooi weer. Ja. Dus, wat gaan jullie vandaag allemaal doen in het Wennekerpand? Wij gaan een leuke dag aanbieden aan de 60-plussers, eigenlijk uit Schiedam en uit Vlaardingen. Dat doen we vanuit de werkplaats Sociaal Domein. Daar zitten de hogescholen in. Dat doen we met de gemeente. En een aantal uitvoeringsorganisaties ook uit onze stad. Ja. En we hadden zoiets van wat wij in onze werkplaats willen doen is verbondenheid voor mensen met hun leven en met de stad vergroten. Dus en wij dachten, we doen dus een keer iets voor de doelgroep 60 plus, de vitale 60 plussen. Ja. Die net gestopt is met werken, die met pensioen is, van wie de kinderen thuis uit zijn. Ja. Want daar is eigenlijk nog niet zo heel veel voor. Nou, er wordt toch wel wat gedaan? Ja, natuurlijk. Wel wat. Ja. Maar ja, wij zijn eigenlijk begonnen met het woord eenzaamheid. En dan hadden we zoiets van, dat heeft zo'n negatieve klank. We gaan eigenlijk meer op het vergroten van verbondenheid gaan we gewoon aan de slag. En toen zijn we eens gaan kijken van welke groepen gebeurt er eigenlijk al heel veel als het om dat thema gaat. En dan doen we eigenlijk al heel veel voor echt de oudere doelgroep. Ja. Maar voor deze doelgroep die valt daar toch een beetje tussen. Okay. Voor een deel ook omdat ze het prima zelf kunnen natuurlijk. Maar voor een deel ook willen we gewoon mensen gewoon eens laten zien wat er allemaal voor nieuwe mogelijkheden in het leven zijn. Even toch weer terug naar die Blue Monday. We zitten nu live. Er zitten mensen te kijken. Dat is altijd leuk om te zien. Ja. Wanneer mensen een vraag hebben of een opmerking, kunnen ze dat nu gelijk insturen. Want dan kan ik dat meelezen voor jou. Er ligt hier ook een formulier. Ja. Daar staan allerlei vragen op voor de mensen. Kan je wat vragen voor de ouderen die vandaag komen? Kan je wat vragen behandelen? Dit zijn eigenlijk wat vragen die we gewoon op tafel leggen voor mensen als ze met elkaar, want we gaan een koffie drinken met elkaar, we gaan een heerlijk lunchen met elkaar. Hè, als het gesprek een beetje op gang moet komen, kan dit ze helpen. Misschien hebben ze het helemaal niet nodig, hoor, dat kan best. Maar er staan bijvoorbeeld vragen op als, wat geeft jou energie? Ben je meer een ochtendmens of een avondmens? Is het glas bij jou eerder half vol of eerder half leeg? Ja. Waarvoor zou jij lang kunnen sparen? Wat wil je nog gaan doen? Hè? Wat heb je nog voor dromen en ambities? Dus dat soort vragen staan er eigenlijk op. Maar dat is meer voor de tafelgesprekken. Want we gaan natuurlijk ook allerlei andere dingen doen. Ik wou net zeggen. Ja. Toch weer even terug naar dat Blue Monday. Persoonlijke vraag. Heb je daar zelf dan last van op die ene maandag in het jaar? Nee, ik ben eerder iemand die het elke maandag een beetje moeilijk vindt om op te starten na het vrije weekend. Ja. Nee, maar ik ben zo'n type van wie het glas toch wel eerder half vol is dan half leeg. Dus ik heb daar op zichzelf niet zo'n last van. Jullie hebben overigens, dat hebben we nog niet gezegd, een nieuwe naam verzonnen voor Blue Monday. Daar moet er vanaf. Dat is een negatieve klank. Wat wordt het nu? Feel Good Day. Een Feel Good Day. Ja. Eigenlijk zou het elke dag een Feel Good Day moeten zijn. Dat zou mooi zijn, hè? Ja, maar is dat realistisch? Ja, dat denk ik niet. Nee, denk ik dat niet. Zie je altijd rond de oud en nieuw. Ja. We gaan elkaar de beste dingen toewensen. Ja. En dan een dag later dan slaan we elkaar de hersens weer in. Ja, zo is het. Ja. Dus, maar wat doe jij zelf vandaag? Ik ben gids voor een van de groepen. Dus ik ga ervoor zorgen dat mensen gewoon op tijd bij de volgende workshop terechtkomen. Dat als ze iets willen weten, dat ze iemand hebben die ze meteen aan kunnen spreken. Ja. Ik ga er ook voor zorgen dat ze even het evaluatieformuliertje invullen. Want we willen ook graag weten wat mensen ervan gevonden hebben. Ja. Om ook te kijken, van moeten wij dit als gemeente vaker gaan doen? Dit soort dingen aanbieden aan mensen. Ja. Dus we willen weten, van is dat wat? Is dat toch een beetje het initiatief van we gaan toch meer opletten of ouderen niet vereenzamen? Achterblijven, geen contact meer hebben? Dat is wel de achterliggende gedachte die wij hebben. Ja. Dat mensen gewoon door actief te blijven eigenlijk gewoon meer aangehaakt blijven. Bij hun omgeving, bij de stad, bij wat er allemaal te doen is. Dus dat is wel onze achterliggende gedachte. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die kiezen voor eenzaamheid. Die willen elke dag een Blue Monday. Ja, nou ja, ik denk dat we daar dan van moeten denken van, dat mag ook. Ja. Ik bedoel, het is geen verplichting. Het is voor mensen die denken van, ik heb eigenlijk nog wel zin in iets. Ja. Waarbij ik wel wil zeggen van, er zijn ook mensen die misschien wel graag zouden willen, maar niet durven. Of... Nee.
niet mobiel zijn. Maar ook, ik wou zeggen, als je nou niet mobiel bent en je denkt van ik had vandaag naar het Wennekerpand gewild, hoe had je dat dan op willen lossen? Nou ja, daarom hebben we deze doelgroep ook voor die vitale 60er eigenlijk. Hebben we deze dag voor die vitale 60er. Wat de mensen zeggen is, als ik je in de reden mag vallen, de 60er van nu, dat waren vroeger, hoe zeggen ze dat nu? Als je nu 60 bent, dan voel je je 40. Ja, precies. Ja. De 50er van vroeger. Je hebt zelfs mensen 60. Die gaan naar de rechtbank om hun leeftijd in te korten. Ja. Of willen het niet weten hoe oud ze zijn, dat kan ook. Hè? Nee. Ja. Wat heb jij zelf voor totaalbeeld? Kan je een totaalbeeld schetsen van ouderen in Schiedam? Ja, dat is een beetje moeilijk, want ik werk zelf niet in Schiedam. Ik werk voor de gemeente Vlaardingen. Dus voor mij is dat voor Vlaardingen wat makkelijker. Maar ik weet wel dat voor Schiedam onlangs, ook vanuit het hele plan wat Hugo de Jonge voor ouderen juist heeft bedacht om die eenzaamheid eens aan te pakken, dat Schiedam daar wel uitkomt als een stad met wel ernstige eenzaamheidscijfers. Ja, waardoor ze ook extra middelen hebben gekregen om er iets aan te doen. Bij deze live-uitzending op JWTV is een reactie van Henk Bussing. Hij schrijft, mensen in Kennemerland, die willen ook graag meedoen. Ja, dan zullen ze toch daar te raden moeten gaan. Ja, zeker. Is het geen landelijk thema? Is het niet zo dat in elke gemeente vandaag het Bloom Monday naar het Happy Feel Good gebeuren moet gaan? Ja, ik hoop dat meer gemeentes iets doen. Maar dit is in ieder geval gewoon een initiatief van de gemeente Schiedam en de gemeente Vlaardingen. Samen met de hogescholen en de andere partners in de werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland. Ja. Dus, we zullen even weer een vraag in de groep gooien voor de mensen die kijken. Waar word je als ouderen nou gelukkig van? Dat is een mooie vraag, denk ik. Even een voorschotje, waar denk jij dat ouderen gelukkig van worden? Zal ik er een invullen? Dat is goed. Kleinkinderen. Ja, daar worden ze heel gelukkig van. Dat is ook een goede therapie. Ja. Maar waar denk je dat ouderen nog meer van gelukkig worden? Nou ja, dat klinkt misschien een klein beetje zweverig. Maar ik denk dat ouderen vooral gelukkig worden als ze nog zingeving in het leven zien. En dat kunnen je kleinkinderen inderdaad zijn. Ja. Die jou weer een reden van bestaan geven. Dat je kunt van nut zijn. Het is gewoon ook hartstikke leuk trouwens natuurlijk met kleinkinderen. Ja. Maar ik denk dat zingeving juist voor de doelgroep ouderen gewoon een heel belangrijk thema is. Als je gewoon ergens het gevoel... Ja, mensen zeggen van... Ik voel me niet meer van nut. Dan vraagt nooit meer iemand eens iets aan mij. Ik hoef nooit meer eens iets te presteren. Weet niet wie er naast me woont? Vind ik ook zo erg. Ja, dat kan ook. Ja. Wie zijn mijn buren? Ik heb geen idee. Jonge mensen, maar ik zie ze nooit. Ja, mensen die zich inderdaad gewoon niet meer thuis voelen gewoon in hun eigen omgeving. Dat zijn wel dingen die je hoort. Als je met mensen praat. Oh, ik kreeg de vraag nog een keer terug. Die meneer die net meldde, die zei van... Mogen mensen uit Kennemerland ook naar het Wennekerpand komen? Ja, ik denk dat we bijna vol zitten. Ja, dus want we hebben mensen van tevoren laten opgeven. Dus ze mogen wel komen. En als er misschien nog een plekje is, maar dan moeten ze wel rap zijn. Ja. Dus we gaan zo beginnen. Ik heb onlangs een gesprek gehad met de wethouder van Aken. Die zorgt voor de ouderen in Schiedam. Ja. En toen zei ik ook, er zijn heel veel instellingen die wat doen voor ouderen. Is het niet slim om dat allemaal eens onder een paraplu te gaan vangen? Want het blijft versnipperd. Ja, dat is misschien wel zinvol. Om eens meer in een soort programma te gaan denken. Hè? Als gemeente, omdat je dan ook de dingen misschien wat meer met elkaar in verband kan brengen en in samenhang kan brengen. Dus ik denk dat dat niet onverstandig is. Nee. Ik kreeg net een reactie, die link ik even aan het kerkbezoek van ouderen. Ja. Ouderen vinden toch vaak troost en een goed woord in de kerk, maar het gaat niet zo goed met de kerken. Ja. En dat is natuurlijk ook weer voor ouderen een zorgelijke ontwikkeling. Ja. En net ik zei al, ik werk zelf voor de gemeente Vlaardingen. Daar heb je van oudsher toch nog wel... Is christelijker. En wat meer, ik ken eigenlijk ongelooflijk veel actieve mensen die juist vanuit de kerk actief zijn, ook op dit thema. Ja. Misschien dat daarom onze cijfers ook wat minder ernstig zijn dan in Schiedam. Want wij krijgen van meneer De Jonge geen extra geld om daar iets aan te doen. Omdat onze cijfers wat minder ernstig zijn. Dus ik denk dat kerkelijke wel heel belangrijk is. Maar een reactie. Iemand zegt van het is allemaal hartstikke leuk. Maar zorg nou eerst eens voor gratis OV voor ouderen. Dan gaan ze ook veel sneller de deur uit. Ja, nou had Schiedam dat geloof ik toch? Nou, Schiedam heeft gratis OV. Ja. En dat is dan eigenlijk bedoeld voor mensen die onder een minima zitten. Ja, dat klopt. Maar dat is altijd natuurlijk weer gesteggeld over. Ja. Want het kost weer geld. Het is natuurlijk prioriteit te stellen. Ja. Hoe doet de gemeente Vlaardingen dat? Nou, die hebben het net ingevoerd. Maar ook voor mensen met een inkomen tot geloof ik 120% van het minimum. Dan moet je me niet helemaal vastbrennen, maar die hebben het net ingevoerd. Ik las wel gisteren dat er een stad was, ik meen in Nederland of in België. Dat moet ik heel ruim nemen. Die zeggen nu van gratis openbaar vervoer, klaar. Maar dan zegt iemand anders weer, en waar wordt dat dan van betaald? Van belastinggeld natuurlijk. Van belastinggeld, wat je dan zelf ophoest. Is het een sociaal verschijnsel, gratis OV, denk je? Als we dat met z'n allen ophoesten? Ja, weet je, dat is persoonlijke mening van mij, voor wat het waard is. Ik vind gratis OV heel goed voor mensen die weinig geld hebben, maar er zijn natuurlijk ook genoeg ouderen die echt een
behoorlijk pensioen hebben die gewoon auto rijden. Ja. Dus ik zou zeggen, beperk het wel tot mensen die het echt nodig hebben. Ja. Ja. Ondertussen wordt het wel aardig vol in het Wennekenpand. Ja. Even terug voor de mensen die net ingeschakeld zijn. U kijkt naar JWTV. We praten over Blue Monday, maar dat schaffen we af. Noem nog even een keer die mooie naam. Feel Good Day. Feel Good Day. Ja. Overigens, ja, dat is weer voor ouderen. Moet het een Engelse titel zijn? Voel je lekker dag? Ja, voel je lekker dag. Dat ben ik toch minder lekker, vind ik zeggen. Ja, Feel Good Day klinkt wel goed, hoor. Ja, we hadden het net over de herkomst van deze dag, maar dat is even moeilijk te traceren. Ja, ik weet het niet. Ja, oh, de mevrouw die schrijft, ja, nou, Schiedam heeft dat openbaar vervoer voor ouderen toch een beetje afgeschaft. Dat is een beetje heen en weer schuiven. Nou ja, het is een beetje de kwestie van wie gaat het betalen. Ja. Eventjes terug naar het onderwerp ouderen op zo'n Feel Good Day. Nou ja, wat we het net over gehad hebben. U bent nog jong. Ja. Hoe ziet u uw eigen toekomst als ouderen in Schiedam en Vlaardingen en omgeving? Ja, ik woon in Vlaardingen. Ja, ik woon alleen, dus dat is dan denk je wel iets meer over dat soort dingen. Moeten we gelijk een oproepje doen voor een leuk oud mannetje met zo'n hoedje, met zo'n veertje? Nee, doe maar niet. Maar ja, ik zie het eigenlijk wel gunstig in, omdat ik zelf in een ontzettend sociaal buurtje woon. Ja. En dat maakt het leven wel, denk ik, een stuk makkelijker. Ja, oudere mensen zeggen wel eens van, vroeger had je de melkboer en de bakker op de trap. Ja. Dat gaf een sociale verbinding. Ja. Is dat een bewering die klopt? Maar tegenwoordig zeggen ze van, misschien moeten we gewoon de pakketbezorger weer zo'n functie toe gaan dichten. Want, ja, want die komt de hele dag aan de deur. Precies. Dan heb je de pakjes voor de hele straat. Dus mensen zitten weer te denken aan postbodes en pakketbezorgers die misschien diezelfde functie, die vroeger de bakker of de schillenboer of weet ik wie weer had, om die toch weer wat meer een functie te geven. Oké. Okay. Ja. We gaan het afronden. We gaan het even samenvatten. Het was Blue Monday. Het is Feel Good Day geworden. Nou, voor al de mensen die nu op hun werk zitten en denken van, je zit lekker te lullen daar in dat Wennekenpand. Ja. Lekker warm, maar wij staan buiten in de kou. Daar kan ik me wel bij voorstellen. Even heel kort nog, mensen kunnen hier naartoe komen. Wat gebeurt er nog even precies? We gaan gewoon ook gezellig met elkaar gewoon lunchen en koffie drinken en praten met elkaar. Maar vooral, er zijn 3 workshops voor mensen. We gaan mensen in contact brengen met zang, met theater. En we gaan mensen eigenlijk een workshop aanbieden die eigenlijk heel erg met dat zoeken van nieuwe zin in het leven te maken heeft. Dus dat is eigenlijk Heeft het leven nog? Ja, Freek was eigenlijk van het glas half leeg. Ja, Freek was van het glas half leeg. Ja. Dus, leven heeft zin. En hoe kan het leven nog meer zin hebben? Dus zo met andere woorden, we kunnen gewoon zeggen dat het Feel Good Day, hè, in plaats van Blue Monday, dat gaan vandaag in Schiedam op het Wennekenpand, wordt dat op de ouder neergelegd. Nog gauw een vraag. Ja. Kunnen jullie niet samenwerken met Vlaardingen? Vlaardingen is beter georganiseerd dan Schiedam. Ik ben van de gemeente Vlaardingen, dus dit doen wij samen. Nou, meneer Stuart, u wordt op uw wenken bediend. Ja, dat is natuurlijk leuk met zo'n live medium. Ja. Je kan gelijk alle vragen beantwoorden. Ja. Ik ga je niet langer ophouden, want ik zie dat iedereen staat te duwtrappelen. Even nog een gouden. Ik wens alle ouderen vandaag een superleuke Feel Good Day. En hou dat gevoel vast. Hannie Snoei uit Schiedam. Hartstikke leuk. Hiermee gaan we hem afsluiten. Ja. Ik dank je hartelijk. Ik wens je heel veel plezier. En misschien over 20 jaar dat ik met een rollator binnenkomt en jij hier nog gewoon met een leuk oud mannetje zit. Ja, en dan kunnen we het nog eens kunnen we het nog eens hebben over het ouderwetse Blue Monday. Dankjewel. Dat is goed. Okay. Dankjewel.